De Antwerpse haven is een van de grootste havens ter wereld. Als tweede grootste haven van Europa moeten we ervoor zorgen dat al die schepen en al die cargo op een vlotte en veilige manier getransporteerd worden. In tijden van versnelde technologische ontwikkeling willen we die technologieën ook binnenbrengen in de haven om ons klaar te maken voor de toekomst. Daarvoor stellen we ons open als een platform waarbij die technologieën naar operationaliteit kunnen gebracht worden. Door ons als open innovatieplatform open te stellen, hebben we reeds verschillende projecten uitgevoerd. Eentje daarvan is een digital twin, een virtuele kopie van de haven, waarbij we onder andere via slimme camera's een beeld krijgen wat er gebeurt in de haven. Een ander mooi project is rond slimme schepen, waarbij we samenwerken met CIFAR. CIFAR ontwikkelt technologie om onbemande binnenscheepvaart mogelijk te maken. Wij zochten namelijk naar een platform om onze technologie in real-life cases te testen. Tot onze grote verbazing is de Port of Antwerp daarin meegaan en bleek dat zij dezelfde visie uitdraagden naar geautomatiseerde vaart in de toekomst. De eerste testfase met de tuimelaar was in een afgeschermd gebied, namelijk het doeldok. In het doeldok hebben we eigenlijk onze technologie kunnen fine-tunen om dan nadien na een extra goedkeuring te kunnen varen in de Port of Antwerp en andere gebieden. Met als finale test, een succesvolle test, de testvaart op het Albertkanaal richting Leiden. Die testvaarten met de tuimelaar heeft ons in feite in staat gesteld om onze technologie te bewijzen naar nieuwe klanten. En zo is onze onderneming in een stroomversnelling terechtgekomen en sturen wij vandaag verschillende schepen aan vanuit ons controlecentrum. Naar de toekomst toe hopen we de verdere samenwerking uit te breiden, maar ook onze positie als driver naar innovatie in de sector te verstevigen. Naar de toekomst willen we het platform versterken om innovatieve ideeën te gaan boosten en zo samen aan de haven van de toekomst te bouwen.